Vorig jaar was de 70ste geboortedag van André Hazes. Een mooie gelegenheid om de succesmusical Hij gelooft in mij in reprise te laten gaan. Hier in Apeldoorn. Hij gelooft in mij. Hij is een ster en nee, dat deert me niet. Dat een ieder van zij soms geniet. Want ik weet. Het blijft echt heel inspirerend om te doen. En dat, mm-hmm. en dat is best wel bijzonder, want ik heb hem al een keer 550 keer gespeeld. Maar er is nog steeds ruimte om te zoeken en in je timing, maar ook in die liedjes en zo. Dus dat blijft gewoon heel, heel leuk om te doen. Het is gewoon een heel erg grillig, fascinerend personage wat ik echt graag speel. Ja. Ik heb hem echt een beetje leren kennen ook op deze manier. Dus dat is heel bijzonder. Ik vond het een hele fijne middag. Ik ben echt heel blij dat we dit eindelijk hebben mogen meemaken. Mm-hmm. Want het was een bevalling van een maand. Nou, dat wens ik niemand toe. Maar het was heel fijn dat we dit nu eindelijk deze punt konden zetten. Ja. Ja. Hallo, Frans. Mag ik zeggen Rachel of mevrouw Hazes? Nee, je bent vormelijk, Rachel. Hoorde ik. Ja. Nee, gewoon Rachel. Ja. Hoe is het om in de spiegel te kijken? Was het een beetje in de spiegel kijken vanmiddag 2 uur lang? Nou, je wordt wel een beetje teruggeworpen op je eigen leven. Mm. Alleen, je moet bij een musical is het altijd toch een beetje de mensen de creatieve vrijheid geven. Ja. Dus dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Maar het blijft gewoon eigenlijk een heel mooi liefdesverhaal. Ja. 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 Maar kijk je daar met afstand naar? Of? Nee, helemaal niet. Nee, want wij waren zeg maar met een klein ploegje. En ik had bijvoorbeeld mijn zus meegenomen. En we hebben allebei nog keihard zitten huilen. Huilen? Ja. Ja. Je voelde niet als een paradepaardje van Martijn Fischer? Nee, het hoort gewoon bij me. En ik ja, hoe zal ik het zeggen? Ik heb er niets van nodig, snap je? Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dat is echt alles wat het voor mij is. Ja, en ik kan je zeggen, het is echt elke avond, laten we het echt ontstaan. En dat gebeurt, dat kan ik echt ook over jou zeggen. Dat je gewoon, elke avond begin je gewoon ergens en maak je weer die ontwikkeling door en ontstaat het gewoon weer opnieuw. Ja. Dus het is echt niet zo dat hij na 550 keer gewoon een soort van doet wat hij doet. Nee, dat is niet zo. Het komt elke keer, elk woord, elke noot, elke beweging komt weer ergens uit een nieuwe bron. Was je altijd betrokken bij het scenario en zei je dit klopt niet, dat klopt? Nee, daar is wel een heel proces aan vooraf gegaan. Mm. En wij zijn als familie wel heel nauw betrokken geweest. Dus alles wat bedacht werd of het script en op een gegeven moment de try-out. We zijn niet eigenlijk voor de leven geworpen. Wij werden wel eigenlijk vanaf dag 1 in het proces meegenomen. Maar had je veto-recht? Mocht je dingen verbieden? Nou ja, tuurlijk. Als iets helemaal schade zou berokkenen, dan zou ik het wel verboden hebben. Ja. Jullie zijn inmiddels 10 jaar ouder geworden. Zeker. Ja, zeker. Wrijf het er maar even in. Godverdorie, ik doe heel veel mijn best, maar heel veel mijn kuk. Heb je een nieuw inzicht meegenomen? Nou, ik denk dat je sowieso natuurlijk in je leven alles wat je meemaakt, neem je ook mee op het toneel. Dus daar natuurlijk is dat, ben je zelf een ander iemand geworden binnen de marges die je bent. Maar dus ja, dat zal zeker gebeuren. Maar het is niet dat ik nou heel bewust iets... eigenlijk wel. Ja, we hebben ook een heel ander proces gehad dan toen. Dus er zit wel veel verschil in beleving in elk geval bij mij. Na 10 jaar zie je je verhaal gewoon weer terug alsof het gloednieuw is. Ja, het blijft een heel mooi liefdesverhaal. En dat zeg ik, het is eigenlijk een heel mooi liefdessprookje. Dus en sprookjes gaan ook niet vervelen, toch? Toen zat ik in best wel een beetje een roerige periode in mijn leven eigenlijk. En ik heb nu eigenlijk veel meer rust. En dat maakt ook dat ik eigenlijk met veel meer vertrouwen en rust op de vloer sta. Dat het me niet zelf zo meesleurt door allerlei gevoelens. Maar dat ik het gewoon lekker kan spelen. Dat het wat instrumenteler is. En dat vind ik heel prettig. Dat ik gewoon lekker... Ik zit eigenlijk lekkerder in mijn vel. Nee, daar geef ik geen commentaar. Geen commentaar geven. Nee, ik zeg niks. Niks zeg hoor. Bij deze reprise was ik vooral benieuwd naar hoe jullie
het succesnummer van 10 jaar geleden zouden vertolken. Ja, nou, wat me opvalt, jullie hebben gekozen voor een bescheidener aanpak. Ja, klopt. Is dat echt zo besproken bij de repetitie? We hadden wel heel erg zoiets van, het zijn natuurlijk grappige mensen, maar we wilden ook heel erg dat het wel ook echt mensen zijn. En dat je, het zijn namelijk echt iemand zijn ouders. En Rachel had in het begin gezegd, hoorde ik tegen Roos, van mijn moeder was altijd zo lief voor mij. Dus dat wilde ik er per se in hebben, want ik denk, het is wel iemand die gewoon er is geweest. Dus dan wilde ik dat wel erin stoppen, ja. Ja, en dat beeld dat de documentaire van John Appel van jullie heeft geschetst, was natuurlijk een beetje meedogenloos. Ja, en bovendien ook nog eens lang geleden. Dat scheelt ook in de remake van deze show. Pak je eigenlijk zo'n show weer helemaal opnieuw bij de kladden. Het is niet zomaar het maken van een kopie. Je moet echt weer, los van de paar mensen zoals ik die dan in de vorige versie zaten. Ja. Je moet gewoon weer van voren aan beginnen. Alles weer doorspitten. Klopt alles nog? Hoe komen dingen nu over? En bijvoorbeeld de kleding die wij aan hebben als die ouders. Ja. Dat was 10 jaar geleden, werd dat weer anders ervaren dan nu. Nu zijn sommige dingen bijvoorbeeld in één keer weer in of hip. Ja. En dat verandert ook gewoon het beeld hoe mensen er naar kijken. Ja. Dus wij konden bij Stick to the Plan, wij maken er mensen van vlees en bloed. Ja. Ja. En dat is belangrijk. En toch op. Fijn dat het weer kan. Ja. Fijn dat we weer dit weekend weer 100%. Dus volle bak vandaag. Mm-hmm. Mooi weer. En eindelijk de première. Dus dat is wel heel mooi. Hoe hield je het optimisme erin? Nou, je moet voor jezelf, maar ook voor iedereen die werkt bij Stage, wel het perspectief houden. En iedereen motiveren. We zijn natuurlijk heel erg bezig geweest met repetities. We zijn natuurlijk al een van de eerste begonnen met de Sound of Music. Ja. Toen weer Tina en Aladdin. Dus je leeft wel van moment naar moment. En je hoopt en je bereidt je ook voor dat het moment van opening, of het nou 1/3 of 2/3 of iets meer. Ja, daar leef je gewoon elke keer weer naartoe. Ja. Dus, en dan moet je iedereen meenemen. Maar het is ook, ik vind het ook ongelooflijk bijzonder hoe de mensen binnen Stage en de cast en de crews het hebben gedaan. Mm-hmm. Met zoveel veerkracht en positieve energie. Daar heb ik echt een diep respect voor. Ras, alsjeblieft, geef me nog één kans. Nog één kans. Ik vind het een prachtige combinatie. Iemand met een hockeyverleden, nu midden in de musicals. Klopt. Hoe werkt dat? Nou, is het een vooroordeel van me? Nee. Het is, ik ben ook heel erg opgegroeid met grote affiniteit met cultuur. Ja, ik heb inderdaad een topsportachtergrond. En zo benader ik het ook als team. Het is ook. Ik heb ongelooflijk veel bewondering en waardering en respect hoe mensen achter en voor de schermen hiermee omgaan. De passie. De passie voor kwaliteit. Wat mensen ervoor over moeten hebben om dit zo te doen. Ja. Vind ik topsport. Dus wat dat betreft heel veel gelijkenissen. En dit is ook echt een teamspel. Dank jullie wel. Ja. Nou, en ik wens jullie een fijne speelperiode. Nu zien we elkaar gewoon niet meer. Nou, niet zo vaak. Kom nog een keertje langs. Gewoon nog een keertje. Ja, maar als we vrienden zijn moet je af en toe komen buurten. Ja.